Hallo allemaal, welkom bij deze instructievideo. In deze video wil ik je laten zien hoe je deel 4 van Ubuntu maakt. Ubuntu is de scheepjeskal 2018 en is ontworpen door Deidre Uys van Look at What I Made. Voor deel 4 van Ubuntu gaan we een driehoek maken, een halve ruit. Hier zie je, we maken hier ook 6 van, dus ik laat je eentje zien en dan moet je er natuurlijk nog 5 maken. Allemaal precies hetzelfde. Ik gebruik de XL pakket, dus ik maak mijn driehoek met scheepjes Stonewashed XL en Riverwashed XL, dus dit is het grote pakket. Als je een ander pakket hebt, heb je natuurlijk ook andere garen die jij gebruikt. Ik gebruik een 5 mm haaknaald. Heb je een ander pakket, controleer even welk haaknaald je nodig hebt. Het is in principe dezelfde als die je vorige week hebt gebruikt. Ik neem je door de rijen, het zijn er 8 die deze deel opmaken. Ik hoop dat het een nuttige video voor je is en bedankt voor het kijken. Toer 1. We gaan beginnen met een magische lus. Nou, die maken we weer hetzelfde als de vorige. Dus zo omslaan. Of ja, over elkaar zo. Dan onderdoor. Pak je werkdraad. Door de lus. En weer je werkdraad. En weer door de lus. Zo. Dan ben je klaar om te beginnen. Ik haal deze altijd even eruit. Zo. We beginnen met 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. Deze 5 lossen tellen als je eerste dubbel, of ja, 3 dubbel stokje. Het is een 3 dubbel stokje. Nu haken we een dubbel stokje. Dus 2 keer omslaan. Gaan we allemaal in de ring haken. Alles voor deze toer haken we in deze ring. Dus dat is een 3 dubbel stokje en een dubbel stokje. Nu 2 stokjes in de ring. 1 en 2. 1 losse. Deze losse is je hoek. Dit is de punt van de driehoek. Weer 2 stokjes. Dus je hebt 2, een dubbel stokje, en een 3 dubbel stokje, dus dat is 3 keer omslaan, en dan een 3 dubbel stokje. Dus dat is 4 keer 2 lussen afhalen. Nu kunnen we de ring dicht trekken. Hier zo, dan trek ik aan de uiteinde, maar dan trek ik de ring dicht. Zo. Dan kun je zien dat je nu zo je driehoek hebt zitten. Ik ga even mijn werk keren. In het patroon staat dat je nu een halve vast moet haken tussen deze 2 steken en dan keren. Maar het is eigenlijk makkelijker als je het andersom doet. Dus ik ga eerst keren. Dan heb ik de achterkant naar me toe. En dan haak je tussen deze laatste 2 steken een halve vaste. Echt ertussen. Een halve vaste. Nu hebben we de achterkant naar ons toe. En zijn we gereed voor toer 2. Toer 2. Je hebt nu de achterkant van je werk naar je toe. We zitten dus nu in, met die halve vaste in die opening daar. We beginnen met 5 lossen. 2, 3, 4, 5. Dit telt weer als een 3 dubbel stokje. Dan doen we een dubbel stokje. Dus 2 keer omslaan. En dat gaan we hier in diezelfde opening doen. Dus gewoon ook waar die halve vaste zit. Dus tussen de 2 steken. En 2 stokjes ook tussen die 2 steken. Dus het wordt daar best wel een beetje vol, maar dat komt allemaal goed. Even wat garen trekken hier uit de bol. Ik heb net een nieuwe bol aangebroken. En 2.
nu heb je hier in die ruimte heb je een driedubbel stokje, een dubbel stokje en twee stokjes. We gaan de volgende steek overslaan. En dat is deze steek daar. Dat is de volgende steek, die daar. Want hou je werk is gekeerd, dus nu zit je steek eigenlijk voor het stokje. Want kijk hier zo, als je vanaf deze kant kijkt. Nu zit daar de steek, waar ik haal mijn haaknaald hier even uit. Laat ik het je even rustig zien. Normaal gesproken, als je van de voorkant werkt, zie je hier is je steek. Daar zit het stokje van het pootje, zeg maar. En dan is hier boven het dakje. En daar is het pootje van de steek. En dan daar zit het dakje. Die zit er dus voor. Of eigenlijk, ja, ja, eerst het dakje en dan het pootje. Als je gewoon zou, eerst het dakje en dan het pootje. Maar nu zijn we dus, we hebben dus ons werk gekeerd. En nu is het dus andersom. Dus nu heb je hier het pootje en daar het dakje. En dan weer hier het pootje. En daar het dakje. Dus het is even goed om in de gaten te houden dat dit dakje hoort dus niet bij die steek, maar hoort bij deze steek. Even altijd goed om dat te realiseren welke steek is gewoon welke. Dat is eigenlijk de onderliggende vraag. En als je dat ziet, dan voorkom je veel fouten. Nou, we gaan dus de volgende steek overslaan. Dat is dus deze hier. Die gaan we overslaan. Die daar, die slaan we over. Die zit ook een beetje verstopt hier. En dan gaan we naar de volgende. Dat is die daar. Daar haak je een vaste en los, sorry, een stokje en losse en een stokje in. In die ene steek. Dus een stokje. Dus je maakt daar eigenlijk een V'tje in. Eén losse en een stokje in diezelfde steek. Slaan weer de volgende steek over en dan komen we in de een losse ruimte. Je ziet daar is die een losse, daar gaan we nu in haken. Dus dat steekje sla je over, dan ga je naar die een losse opening daar. Daar haken we een stokje, een losse en een stokje in. Dus ik heb hier een stokje, een losse en een stokje. En deze een losse daar, dat is je nieuwe hoek. En ik ga voor het gemak even daar een steekmarkeer erin stoppen. Hoef je niet te doen, maar ik doe het wel. Want dan weet ik voor mezelf in ieder geval waar, waar mijn hoek zit. En daar gaat het mij om. Dus ik heb daar even een steekmarkeer erin gedaan. Het is mij heel duidelijk van, oké, dat is de hoek. Kan ik hem niet bijvoorbeeld verwarren met deze ruimte of die ruimte daar, dan weet ik zeker dat is mijn hoek. Ik ga nu terugkomen en doen eigenlijk hetzelfde aan deze kant als we aan die kant hebben gedaan. Slaan de volgende steek over. Dat is dus, als je hier weer kijkt, dat steekje. Die sla je over. Zie je daar? Die sla je dus over. En dan ga je naar de volgende. En daarop haak je een stokje, een losse en een stokje in die ene steek. Dus dat is weer zo'n V'tje maken. Daar gaan we in de volgende toer ook popcorns in haken. Zo. Je hebt nog één, eigenlijk heb één echt steek over en dan heb je hier die vijf lossen van het begin. We gaan die volle steek overslaan. En dan gaan we hier weer tussen deze steken, dus hier in die ruimte daar eigenlijk, tussen die twee steken, gaan we hetzelfde doen als aan deze kant. Dus in die ruimte daar gaan we twee stokjes, een dubbel stokje en een driedubbel stokje haken. Dus in die ruimte daar haak je twee stokjes. En gewoon tussen die steken. Dus twee stokjes. Een dubbel stokje. En een driedubbel stokje. Dus dat is drie keer omslaan. En vier keer afhalen. Nu gaan we weer een halve vaste tussen de laatste twee steken haken die we gemaakt hebben. Dus dat is weer hier waar ik mijn vinger nu tussen prik. Nou, het is heel lastig om dat zeg maar zo van deze kant af te doen. Dus ik ga weer eerst keren. En dan tussen die twee steken haak ik een halve vaste.
Nu heb je de voorkant van je werk naar je toe. En de volgende toer, in toer 3, gaan we hier popcorns haken. Toer 3. We beginnen weer met 5 lossen. 2, 3, 4, 5 lossen. Deze 5 lossen die tellen weer als een driedubbel stokje. In dezezelfde ruimte gaan we nu weer een dubbel stokje haken. Dus dat is 2 keer omslaan. 2, 3 keer afhalen. En ook en nog 2 stokjes in diezelfde ruimte. 1 en opa, die garen erbij en 2. Zo. Ja, dus je hebt gewoon hetzelfde beginnetje gemaakt als in de vorige toer. In de volgende 4 steken haken we een stokje. En dus nu is het belangrijk dat we die eerste wel mee willen pakken. Dus hier zit dat eerste, dit is jouw eerste steek. Daar, die valt eigenlijk een beetje, ja, valt eigenlijk net een beetje weg, dus zeker zijn om de eerste goed te pakken. Dus 1, 2, 3 en nummer 4 is hier de steek net voor de 1 losse opening. Dat is nummer 4 en ook met deze steek gaan we van kleur wisselen. Ik pak even alvast mijn draad erbij. Dit hebben we nu in de hoofdkleur gedaan. Je hebt nu contrastkleur 1 nodig. Dus even kijken in je pakket precies welke dat is. Voor mij is het deze oranjerige kleur. Want als je een ander pakket hebt, is het net een iets ander nummer dan dat ik heb. Dus, of een naam. Dus het is makkelijker als je het even dubbel checkt. De volgende steek. Deze steek haken we een stokje. En bij de laatste overslaan gaan we deze draad erbij pakken. Dus ik begin gewoon de steek. En ik haal 2 af. En nu ga ik dus niet mijn hoofdkleur pakken, maar deze kleur, die haal ik er nu bij. Deze kleur. Pak gewoon echt een mooi stuk, laat echt een mooi stuk zitten om weg te werken. En nu pak ik dus die oranje draad vast en trek hem erdoor. Nu is de oranje draad mijn werkdraad. Ik trek even mijn hoofdkleur een beetje strak, want anders trek je hem helemaal open hier zo. Dus ik trek even die hoofdkleur een beetje aan. En als je het fijn vindt, kun je ook die oranje draad even aantrekken. Dan zit dat steekje echt mooi strak. In de 1 losse opening gaan we een popcorn haken. Dat gaan we met de oranje draad doen. En terwijl we dat doen, haken we over die grijze draad heen, onze hoofdkleur. Dus ik ga omslaan. En in die 1 losse opening, ik werk over mijn hoofdkleur heen, ga ik dus nu 5 stokjes haken voor de popcorn. Dus 1... 2, 3 en dit is 4 en nu bij nummer 5, is 4. Bij nummer 5 gaan we weer terug wisselen, terug naar de hoofdkleur. Dus die heb ik hier achter zitten nu. Dus ik begin weer het stokje net zoals voorheen. Zo en nu ga ik mijn hoofdkleur er weer bij pakken om hem af te haken. Ik ga mijn oranje draad afknippen. Dat is mooier als we deze nu afknippen. Dan krijg je echt een mooier resultaat. En dan werk je deze draden aan de achterkant van de popcorn weg. Om nu de popcorn af te haken, openmaken. Terugkomen naar die eerste steek. Dat zie je nu natuurlijk super goed. Dat is die oranje. Je pakt die draad weer op. En die trek je door. En nu heb je hier een oranje popcorn zitten. Je kunt deze 2 draden hier aan de achterkant kun je een beetje strak trekken. En wat ik eigenlijk altijd doe, dan doe ik een beetje stiekem misschien, is ik knoop deze 2 draden nu in elkaar vast.
En ik ben eigenlijk hartstikke lui altijd, dus ik maak hier gewoon een dubbele knoop van. En daar zit dat echt super goed vast, dat gaat nergens meer heen. En deze draadjes, nou ik doe ze een klein beetje wegwerken, maar ik denk zelfs als je ze hier nu zo afknippen dat er ook nog niks mee zal gebeuren. Maar ik werk ze altijd een heel klein beetje daarin. En dan kunnen deze draden ook weg. Nou, gaan we verder. We haken twee lossen. 1, 2 lossen. En je hebt nu nog twee steekjes over voordat je hier bij de 1 losse opening bent. Je ziet daar die twee steken, die slaan we dus over. En we gaan hier in de opening, in die opening haken we een nieuwe hoek. Dus weer een stokje, 1 losse en een stokje. En daar gaan we onze steekmarkeerder ook weer naartoe verplaatsen. Een stokje, 1 losse en nog een stokje in diezelfde ruimte. Ik hoef mijn steekmarkeerder alleen te verplaatsen. Als je geen steekmarkeerder had gedaan in de vorige toer, wil ik je toch aanraden om hier wel een steekmarkeerdertje in te steken. Want wij gaan in de volgende paar toeren veel losse haken en zo. En dan op een gegeven moment teruggrijpen naar deze opening. En dan is het makkelijk als je hier een steekmarkeerder in hebt zitten. Dan kunnen we hem makkelijk vinden. Dus, en die laten we nu ook zitten. Ik ga de volgende paar toeren gaan we deze steekmarkeerder gewoon laten zitten. Dus ik wil je toch op het hart drukken om deze steek even te merken. Dat je hem makkelijker kunt vinden. We gaan nu aan deze kant hetzelfde doen als aan deze kant. We beginnen met twee lossen. En bij de tweede lossen halen we weer die oranje draad erbij. Dus 1 lossen. En nu komt het tweede lossen. Oh, mijn draad zit hier een beetje in de knoop. En zo. En bij de tweede lossen halen we die oranje draad erbij. We gaan nu weer een popcorn haken. Maar deze keer ga ik niet over deze hoofdkleur heen haken. Dus wees zeker om die even gewoon even hier aan de bovenkant een beetje te houden. Want je gaat nu alleen met de oranje draad werken. En die hoofdkleur die blijft even even uit de weg. We slaan twee steken over en we gaan naar de 1 losse opening hier. Dus je ziet die twee sla ik over en daarheen. Haak je 5 stokjes voor de popcorn. 1, 2, 3, nummer 4. En nu bij 5 gaan we weer terugwisselen. Dus we beginnen met het eerste deel van de steek. En nu voor het laatste deel haal ik even mijn hoofdkleur er weer bij. Omslaan. En doorhalen. Die oranje draad, die knip ik weer af. Net zoals toen net. Trek mijn lus open. Ga terug naar die eerste steek. Even kijken waar zit die. Hij valt nu een klein beetje hier, een beetje hier naar binnen. Dat komt ook omdat je die met die losse is dat soms een beetje lastig. Maar daar zit mijn eerste steek. Pak je lus vast. En doortrekken. Handig als je nu even die twee oranje draden toch weer een beetje strak trekt, want dan wordt jouw popcorn weer wat poppiger van. Zo. Ik knoop die twee draden gewoon weer rustig aan elkaar vast. Gaan ze nergens heen, gebeurt er niets mee. En die valt helemaal aan de binnenkant van jouw popcorn, zie je echt helemaal niets van. Op de volgende 4 steken gaan we een stokje haken. En daar, dat is de eerstvolgende steek. Daar gaat jouw eerste steek in. Dus 1, 2, 3 en nummer 4. Die valt hier op die laatste steek voor de 5 lossen. Nu gaan we weer in deze opening precies hetzelfde doen als voorheen. Dus dat is weer 2 stokjes.
twee stokjes, een dubbel stokje, dus allemaal in die opening, een dubbel stokje en nu een driedubbel stokje, dus drie keer omslaan. Keer je werk en weer een halve vaste in die opening daar. En nu zijn we gereed voor toer 4. Toer 4 beginnen we weer zoals voorheen. We beginnen met 5 lossen. 2, 3, 4, 5. Het is weer een driedubbel stokje. We haken in deze ruimte weer een dubbel stokje. Dus twee keer omslaan. Een dubbel stokje. En twee stokjes. En twee. Zo. We gaan op de volgende 7 steken een stokje haken. Terwijl ik even hier de draad uit mijn pol trek. Daar werk ik niet zo heel erg mee. 7 stokjes. Eigenlijk dat brengt jou hier tot aan de 1 losse opening hier. Dus op de volgende 7 steken. En vooral ook de eerste hier. Belangrijk om die goed te pakken. Dus dat is 1. 2. 4 werkt niet mee. Ja, dit is 4. 5. 6. 8, jongen. Het wordt alleen maar erger. En ik denk dat het is 7 hier, maar ik moet nu eigenlijk even weer nog een keertje tellen. Of ik dat nu goed heb. Dus het is 7. En dus 2, 4, 6, ja, 7 steken. Ik ben nu eigenlijk ongeveer bij de popcorn aangeland. We gaan nu een relief stokje achterlangs om de popcorn haken. Nou, dat betekent dat je dus nu eigenlijk zo van achteren hier om die popcorn heen moet. Ik ga even mijn haaknaald uithalen. Want je ziet hier is de popcorn. Dus zo om die popcorn heen. Dat is wat je wilt doen. Dus als je hem van, dus hoe het dan van voren afziet. Dus eigenlijk een beetje aan de bovenkant om de popcorn heen. Dus je knijpt die popcorn nog een beetje dichter dan dat hij al was eigenlijk. Dus omslaan. Dan aan, om die popcorn heen. Weerskanten ervan. Dus gewoon zo om de, eigenlijk om de gaten van de popcorn heen. En dan omhoog brengen en het stokje afhaken. Zo. 8 lossen gaan we haken. Ik heb hier een pluisje zitten. 8 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lossen. We gaan alle steken hier tussendoor overslaan en we haken nog een relief stokje achterlangs om de volgende popcorn. Dus ook weer aan hier gewoon in het gat en hier aan de andere kant tussen de popcorn en de eerste steek. Daar ga je weer een relief stokje haken. Natuurlijk eerst omslaan. Deze kant naar binnen en aan die kant naar buiten. Draad vastpakken. Alles naar boven brengen. En dan het stokje afhaken. Zo. De volgende 7 steken haken we weer een popcorn. Of sorry, een stokje. Dus op de eerste steek hier. Naar die popcorn. Dus nummer 1. 2,
bolwerkte niet heel erg mee. 2, 3, 4, 5, 6 en de laatste, hier is nummer 7, is op die laatste steek. Als je hier pas nummer 6 hebt gemaakt, dan heb je waarschijnlijk hier niet de eerste steek goed gepakt. Want die zit daar ook wel een beetje verstopt, de eerste steek. Ik heb er 7. Dan gaan we hier in deze ruimte weer 2 stokjes, een dubbel stokje en een 3 dubbel stokje haken. Weer in die ruimte. Dus dat is 1 stokje, 2 stokjes, een dubbel stokje en een 3 dubbel stokje. Keer je werk en met de halve vaste gaan we weer in deze 1 losse opening, maar met die halve vaste gaan we wisselen naar contrastkleur 3. Dus zoek even op wat precies contrastkleur 3 is in jouw pakket. Voor mij is het deze groenige kleur. In die ruimte pak je contrastkleur vast. Haak de halve vaste daarmee. Op dit moment mag je je hoofdkleur doorknippen. Die heb je nu niet meer nodig. Of ja, niet, die heb je straks wel weer nodig. Maar we gaan de volgende toer dus haken met contrastkleur 3. Voor toer 5 gaan we dus met de groene kleur verder. Je hebt de voorkant van je werk op dit moment naar je toe. Begin met 4 lossen deze keer. Dus dat is ietsje anders. Dus even opletten. 4 lossen. Dus 1, 2, 3, 4. Deze 4 lossen tellen als een dubbel stokje. Dan gaan we in deze opening gaan we een stokje en 2 half stokjes haken. Dus 1 stokje. En nu 2 half stokjes. 1 en 2 half stokjes. Oh, daar komt mijn bol net even in beeld. Op de volgende 10 steken haken we een half stokje. Dat gaat je tot hier brengen. Dus die steek net voor de popcorn. Een half stokje. De eerste steek is weer die daar. Dat is je eerste steek. Ik zeker dat je die even goed pakt. Dat is de eerste steek. Een half stokje. Dus we gaan er 10 maken. Dus 2, 3, 4. En nummer 10. Dus 10 half stokjes. De volgende steek, dat is dit relief stokje, die slaan we over. We gaan voor deze 8 losse ruimte gaan we werken. Dus we gaan zorgen dat die aan de achterkant is. En dan gaan we hier in deze 2 losse opening gaan we een 3 dubbel bobbel haken. Dus in die 2 losse opening daar. Dus dat is 3 keer omslaan. In die 2 losse opening. Dus, en zorg dat deze 8 losse hier, dat die echt naar de achterkant is. Die gaan we straks wel een keer vastzetten, maar nu nog niet. En dan 2 keer afhalen. 2 keer afhalen. 2 keer afhalen. Nu stoppen. Je hebt nu 2 lussen op je haaknaald. Nog een keer 1, 2, 3 keer omslaan. En diezelfde 2 losse opening. En dan weer 2 afhalen. 2 afhalen, 2 afhalen, stop, 3 lussen op je haaknaald en dan nog een keer 1, 2, 3 keer omslaan, diezelfde opening, haal een lus op en dan 1, 2, 3 keer afhalen. Nu 4 lussen op je haaknaald, die ga je in 1 keer afhalen.
8 lossen is hier aan de achterkant. En zo ziet je werk er nu uit. 10 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Zo, 10 lossen. We gaan alles hier nu tussenin overslaan. Dus ook die hoek die we daar nog steeds een markeerder in hebben zitten. En we gaan naar deze volgende 2 lossen opening hier, net voor de popcorn. Daar gaan we ook weer zo'n 3 dubbel bobbel in haken. En ook weer zorgen dat je 8 lossen hier aan de achterkant, dat die ook echt aan de achterkant blijft zitten. Dus daarin. Dus 3 keer omslaan. Allemaal echt goed vasthouden. Zeker omdat je nu met die lossen daar zit, gaat het soms echt allemaal een beetje open. Dus. En dan in die ruimte. En dan haken we precies hetzelfde. Dus 3 keer omslaan. 3 en dan 1, 2, 3 keer omslaan. Ik heb daar net een nieuwe pol aangehecht. 1, 2, 3 keer. En dan weer 4 lussen op je haaknaald. Allemaal afhalen. Nou, ik ga even mijn pol verder trekken. Dit hier zorg ik even dat dat knoopje naar de achterkant zit. Zie je er niets van. We gaan de eerste steek hier overslaan. Dit is het relief stokje die we hier hebben gemaakt. En we gaan naar de tweede steek. Dat is die. Als je van boven kijkt, dan haken we een half stokje in. Kun je het blaadje zo mooi neerleggen. Kun je zien hoe je werk nu al wordt. Dit is het eerste half stokje van 10. Dat is eigenlijk hetzelfde als aan de andere kant. Dus 1... 2, 3, 4 en de laatste. Zo, nummer 10. 10 half stokjes raakt. We gaan nu weer hier in die opening, net als aan voorheen, haken we nu 2 half stokjes. Hetzelfde als aan de andere kant. 2 half stokjes. Een stokje. En een dubbel stokje. Zo. Keer je werk. En tussen die laatste 2 steken haken we weer een halve vaste. Die gebruiken we om te wisselen van kleur. En we gaan naar contrastkleur 2. En voor mij is het hier een roze-oranje kleur. Dus even kijken ook in het pakket welke kleur jij nodig hebt. Contrastkleur 2. Dus met een halve vaste. Grijpen we hier onze draad en even goed doortrekken hier. Zo. Heb je de rood-oranje kleur op je haaknaald zitten en kunnen we verder met toer 6 in deze kleur. Dus mijn groene draad die nu hier hangt, die ga ik weer afknippen. En dan kunnen we rustig verder met de rode draad. We gaan beginnen met 4 lossen voor toer 6. 2, 3, 4 lossen. In diezelfde ruimte haken we een stokje. En 2 half stokjes. En om de volgende 13 steken, dus echt ongeveer tot hier, gaan wij een relief stokje voorlangs haken. Dat betekent dus dat aan de andere kant van ons werk we die steken naartoe gaan draaien. Dus we zijn nu aan de achterkant. Dus om die eerste steek, en dat zijn half stokjes die we hier hebben gehaakt, en die zijn soms een beetje lastig om omheen te komen. We gaan dus zo om die steek gaan we een relief stokje haken voorlangs. Betekent van voor naar achteren, aan de andere kant weer uitkomen. Grijp je draad vast, alles naar boven brengen en dan het stokje afhaken.
Dat was 1. We gaan het dus op 13 steken doen. Dus dat was 1. Dus 2. 3. De volgende. 4. En je ziet nu aan de andere kant dat je hier een mooi randje krijgt. Dat is precies wat je wilt. Dus dat was 3. We gaan 13 haken. En de laatste hier is nummer 13. Als het goed is, is de volgende steek hier jouw bobbelsteek hier. Dat bloemblaadje aan de andere kant. Dat is je volgende steek. 2 lossen. 1, 2. We gaan het bloemblaadje hier, die bobbelsteek, gaan we overslaan. En we gaan nu in de 8 lossen haken. Deze. Maar vanaf de andere kant. Dus je gaat, ja, zou ik zeggen, achter de 10 losse haken. Dus eigenlijk wat je doet, trek die 8 lossen even hier naar boven. Door die 10 lossen heen. Trek hem er zo even doorheen. Dan gaan we hier een vaste in haken. Zo. En schuif deze vaste nu helemaal naar de kant. Zo, naar het begin. Zo, helemaal naar het begin. Kantel je werk een beetje. En we gaan nu in die steek werken die wij gemarkeerd hebben. Dus als ik hier mijn werk plat gooi, daar in die 1 losse opening, daar gaan wij nu in werken. Daarin. En dan zorgen we dat al deze andere draden allemaal uit de weg zijn. Dan gaan we daar beginnen met een dubbel stokje. Dus 1, dus 2 keer omslaan. Dan in die steek. Dus waar mijn markeerder zit, in die steek, haak een dubbel stokje. 2, 3. En je ziet, ik heb al deze lussen hier, heb ik even allemaal naar de achterkant geparkeerd. 1 losse. Dat gaan we nog een paar keer doen. Je wilt uiteindelijk 5 dubbel stokjes hebben met telkens een losse ertussen. Dus dat was 1. Dit is 2 en een losse. 3 en een losse. 4 en 1 losse. En nu nog 1 laatste keer. Ik ga eigenlijk even die steekmarkeerder die hier zit, die kan er nu al uit. Die ga ik even weghalen. En daar ga ik nog 1 dubbel stokje in haken. 2 en 3. Zo ziet je werk er nu van de achterkant uit. Van de voorkant heb je dus nu eigenlijk hier zo'n een schelp gemaakt tussen die bloemblaadjes. Ik heb nog 1 vaste nodig. Weer in de 8 lossen. Dus dat zie je die grijs is in je hoofdkleur. Trek die weer even naar buiten, naar je toe. Zorg dat die 10 lossen hier helemaal bij jou is. Dus daar ga je achter werken. En dan daarin werk je nog een vaste. Zo. En schuif die weer helemaal naar het einde toe, die vaste. Zo. Dus door die vaste zo links en rechts te hebben zitten, trek je dit plaatje hier, of die schelp hier, helemaal open. Nou, we moeten nog 2 lossen hebben. We slaan hier de volgende steek over. Dat is die bobbel daar, die slaan we over. Dus dat is deze steek, die slaan we over. We gaan naar de volgende steek, dat is dus deze. En daar willen we weer een relief stokje voorlangs haken, net zoals aan de andere kant. Dus de volgende steek, dat is, als we even goed kijken,
deze hier. Deze, dat is de eerste steek die hier in gehaakt zit. Die moet je hebben. Voorlangs een stokje haken. We willen er weer 13. Hier is 2. 3. Tot je er 13 hebt. Ja, we hebben ze 11. Die heb ik goed gemaakt. En hier die laatste hier. Is nummer 12. Nee, ik wil niet 12. Ik wil 13. Even, nou even tellen. Dan ben ik even de tel kwijt. 4, 6, 8, 10, 12, 13. Ja, toch 13 reliefstokjes voorlangs. Dus als je naar de andere kant kijkt, dan zie je hier weer dat mooi randje zitten die je nu hebt gemaakt. Om deze toer af te sluiten, hier in, in die opening tussen de laatste twee steken, haak je 2 halfstokjes. Een stokje. En een dubbel stokje. Zo. Keer je werk. En we maken een halve vaste. Terwijl we van kleur wisselen naar onze hoofdkleur. Dus ik heb de hoofdkleur er weer bij. En dan tussen die laatste twee steken. Ik heb mijn haaknaald in. En wissel naar de hoofdkleur. Mijn roze, ja, mijn oranje rozige kleur, die kan ik weer doorknippen. En de volgende toer gaan we verder met de hoofdkleur. Voor toer 7 beginnen we weer met 4 lossen. En in die ruimte daar haken we nog een stokje. En 2 halfstokjes. En 2. Zo. We gaan op de volgende 16 steken. En dat brengt ons eigenlijk tot, zowat tot hier. Haken we een half stokje. Daar is de eerste steek. Haak er 16. Dus 2. 3. En de laatste is hier op die laatste steek voor de 2 losse opening daar. Zo. 16 halfstokjes. We gaan een reliëfstokje voorlangs haken om deze dubbel bobbelsteek hier, dus dat bloemblaadje dat je daar hebt zitten, dus omslaan. Om dat hele, die hele bobbel zo, die reliëfstokje voorlangs. En zo. 3 lossen. 2, 3. En nu gaan we een dubbel stokje haken om zowel de 8 lossen en 10 lossen. Dus gewoon deze 2 grote lussen die je hier hebt, die gaan we nu samen pakken. Met een dubbel stokje. Dus 2 keer omslaan. Dus om ze allebei haak je een dubbel stokje. 3 lossen. En nog een dubbel stokje hieromheen. Zo. 2, 3. Nu zie je mooi dat het hier zo'n beetje achterlangs valt. 3 lossen. En dan kom je weer naar deze kant. En ga je om de tweede dubbelbobbel hier, ga je ook weer een reliëfstokje voorlangs haken. Zo slaan. Om de bovenkant van die steek heen zo. Reliëfstokje voorlangs. Zo, het is je werk nu. We gaan halfstokjes haken op de volgende 16 steken. En dat is, de eerste is hier op die eerste steek hier. Dus
Je gaat die losse daar overslaan. Dus de eerste echte steek daar. Is daar een beetje verstopt. Haak je jouw eerste op. Dus 1. Dit is 2. 3. Dus je haakt er 16. 4. Dit hier is 15. En ik heb er nog eentje over, die laatste. Dit hier is nummer 16. Zo, 16 half stokjes. In de opening tussen de laatste twee steken haken we twee stokjes. Twee half stokjes. Dan één stokje. En dan een dubbel stokje. Zo. Keer je werk. En dan gaan we weer een halve vaste haken tussen de laatste twee steken. En daarbij verwisselen we van kleur naar contrastkleur 4. Voor mij is het dit prachtige roze-paarse kleur. Met die halve vaste wissel je van kleur. En nu mag je je hoofdkleur weer afknippen. En dan gaan we de laatste toer van deel 1 met die mooie roze kleur haken. Toer 8, die mooie paarse kleur, we beginnen met een 4 losse. In de opening haken we nog een stokje. Zo. En nu stoppen, we hoeven niet nog half stokjes of enig iets in die lijn. Dus alleen het dubbel stokje en het stokje. De volgende 19 steken een half stokje. Dit is de eerste steek hier, dus dat daar, dat is de eerste steek. Even open trekken als je het niet goed kunt zien. Dit is de eerste van 19. En dat zal je weer naar de punt van het driehoek brengen. Dus 2, 3, 4. En zo, dit is nummer 19. Even goed erin komen. 19 half stokjes. Je hebt nu 1 steek over. Als je van de andere kant kijkt, zie je dat is het relief stokje die je daar hebt gehaakt. Dus die gaan we overslaan. 1 losse. En nu gaan we weer een 3 dubbel bobbel haken. Maar ik ga even alles hier naar voren slaan. Je hebt hier die schelp eigenlijk. En je hebt daar allemaal 1 losse tussen. We gaan in de eerste 1 losse gaan we een 3 dubbel stokje bobbel haken. Dus dat was weer. En dan sla ik deze, dit raamwerkje hier sla ik even naar voren. Zodat ik daar goed bij kan. 2, 3 keer omslaan voor een 3 dubbel stokje. En haken we daar een 3 dubbel stokje bobbel in. Dus dat zijn weer 3 van die samen gehaakt in dezelfde steek. Dus weer 3 keer omslaan. 2, 3. En dan weer 1, 2. 3 keer omslaan. 1, 2, 3 keer afhalen. Je hebt nu 4 lussen op je naald. Die kun je in 1 keer afhalen. 4 lossen. 2, 3, 4. En nu gaan we nog 2 van die 3 dubbel bobbels haken in de volgende 2 openingen. Dat zijn die opening en die opening. En terwijl we dat doen, gaan we ook hier in het midden, hier deze middelste 3 losse, gaan we ook vastzetten. Dus dan haken we zo alles aan elkaar vast. Dat is wat we gaan doen. Nou, 3 keer omslaan voor die 3 dubbele stokje. In die middelste van die 3 losse. En de volgende 1 losse opening in je schelp. Doorhalen naar achteren en het eerste pootje maken. Nou, nog een keer. 3 keer omslaan. Door diezelfde ruimte alles vastpakken. 2, 3. En nog een keer. 3 keer omslaan. 1, 2, 3. Nu weer 4 lussen op je haaknaald. Allemaal in 1 keer afhalen. Nog een keer 4 lossen.
4. En nu ga ik even dit een beetje aan de kant trekken hier. Want ik wil nog een keer door zowel hier deze opening als de volgende een lossen nog zo'n dubbel bobbel haken. Een driedubbel stokje bobbel. Dus weer 3 keer omslaan. Door de opening en de volgende een lossen. Opening aan de voorkant. Allemaal samen grijpen. 1, 2, 3 keer afhalen. Weer 3 keer omslaan. Insteken. En nog een keer. 1, 2, 3 keer afhalen. En dat die derde insteken. 1, 2, 3. 4 lussen op je naald. Allemaal afhalen. Weer 4 lossen. En nu gaan we de laatste van deze 3 dubbel bobbels haken. In de laatste 1 losse opening die hiervoor nog zit. Je hebt hier nog eentje zitten. Daar zo. Maar deze keer gaan we dus niet deze 3 lossen meenemen. Die blijven naar de achterkant. Dus alleen daar in die 1 losse opening. Weer 3 keer omslaan. 1, 2, 3. Weer 3 keer omslaan. Dan weer 3 keer afhalen. En nog een derde keer. Weer 4 lussen op je haaknaald die je in 1 keer kunt afhalen. 1 lossen. Ik ga even naar de voorkant. Kun je even zien hoe het er nu uitziet. Dus je ziet hier tussen al die openingen heb je daar nu zo'n bobbel zitten. Als je van de achterkant kijkt, zie je dat je in het midden heb je jouw raamwerkje vastzitten. Maar hier heb je nog 2 openingen over. Dus dit is waar je naartoe wil. Nou, we hebben net die 1 losse gehaakt. We gaan dit reliëfstokje hier weer overslaan. Dus je hebt hier dit reliëfstokje, die daar. Die gaan we overslaan. Dan ga je naar de volgende steek. En dat is weer de eerste van 19 half stokjes. Dus deze slaan we over. En haken we een half stokje op. De eerste van 19. Dat is aan deze kant hetzelfde als aan die kant. Dus 1... Hier nummer 2, 3, 18 en 19. Zo, 19 half stokjes. Gaan we hier in die opening tussen de laatste 2 steken, haken we een stokje en een dubbel stokje. Je mag nu je draad afknippen. En dan trek ik hem open. Mag je dit draadje nog wegwerken. Plaats nog even tussen de laatste 2 steken die je gehaakt hebt. Dus dat is tussen het stokje en het dubbelstokje. Plaats daar nog even een steekmarkeerder. Die heb je later nodig. Dat je weet precies waar die opening zit. Dus dit laat je ook voorlopig nog even zitten. Ik zal je zeggen wanneer je hem weg kunt halen. Nou, werk nou al deze draadjes weg. Zo ziet je werk er nu uit. Je hebt nu gewoon zo'n mooie driehoek gemaakt. Je hebt best wel wat draadjes zitten. Die moet je echt nu... Ja, je mag ze ook later wegwerken. Maar ik adviseer je om ze nu weg te werken. Dan kun je gewoon volgende week weer lekker door met het volgende deel. Ik heb nu eentje met je meegehaakt. Je moet er nog 5 maken. Je moet in totaal 6... van deze driehoeken hebben. En die zijn allemaal hetzelfde. Dus je gebruikt dezelfde kleurstelling bij ze allemaal. Dus ik heb er hier mijn andere 5 liggen. En als je alle draden hebt weggewerkt, krijg je dat je de driehoek er zo uitziet. En deze, je zult ook merken, je rand hier is, ja, die is best wel een beetje golverig. En maak je daar geen zorgen over. En het deken merk je daar niks meer van. Dus je hebt er nu eentje gemaakt, maak er nog 5. Werk je draden weg en dan ben je gereed voor deel 5 volgende week.